Er is een tijd geweest dat er een beeldje in mijn huiskamer stond. Een beeldje van klei. Ik had het zelf gemaakt. Het stelde een voormalige vriendin voor. En ik praatte soms tegen dat beeldje. Ik overlegde daarmee. Met dat beeldje voerde ik de gesprekken die ik met die vriendin zelf niet had kunnen voeren. Ten slotte voelde ik me daardoor beter. Ik had me kunnen uiten. Precies zo is het ook met schilderen. Communicatie zonder de lijfelijke aanwezigheid van de ander. En toch wil je iets overbrengen. Schoonheid, ideeën, bepaalde emoties, die zich in een schilderij soms op de goede momenten opeens met een schokkende kracht kunnen openbaren. Een schilderij of tekening, wil ik maar zeggen, is altijd veel meer zeggend dan een foto. Ik heb wel eens gedacht dat ik de wereld met zijn inwoners teken en schilder, omdat ik het maar moeilijk kan hebben dat alles en iedereen voorbij gaat. We verliezen zoveel. En dat is ergens onuitstaanbaar. Daarom probeer ik veel, in ieder geval de gedenkwaardige momenten, mee te nemen. Om alles en iedereen bij me te kunnen houden. Om de vloeibare tijd als het ware te bevriezen. Ik heb dan ook altijd veel getekend en geschilderd, overal waar ik kwam. Maar ik geloof dat ik pas echt goed naar de dingen ben gaan kijken toen mijn ouders een huisje kochten in Friesland. Het was daar werkelijk stil. En ik denk dat die stilte, die afzondering die er toen opeens was, noodzakelijk is geweest om iets eigens te kunnen ontdekken. Telkens als ik terugkeer, springt iets in mij omhoog. Iets vouwt zich uit, vertrouwd en klein. Ik leef een dag, een uur misschien, niet meer. En ik hoef niets te doen en niets te zijn.